Heel goed, Pien. Dit is de eerste dag van de 55ste Ruiterdagen alweer. Hoe verloopt het tot nu toe? Nou, tot nu toe zijn we meer dan tevreden. Hè? Ook als we over de voorbereiding kijken. Heel veel deelname. Echt heel veel mensen die mee willen doen. We zitten bomvol. Dus wat dat betreft zijn we tevreden. En als we nu terugkijken op de eerste dag, de voorbereiding zelf. Ja, perfect. Tevreden. Hoeveel ruiters en paarden, hoeveel combinaties doen er mee? Nou, als we nu even kijken naar het ponyweekend, hè, de eerste 3 dagen, vrijdag, zaterdag, zondag, praten we over zo'n beetje 700 tot 800 deelnemers. Die meerdere keren starten, dus heb je over meer starts. En dan met de paardenweek ongeveer hetzelfde, ietsjes minder, 700 deelnemers. Dus we komen op totaal 1500 deelnemers die samen goed zijn voor dikke 10.000 starts in 10 dagen tijd. Hoeveel medewerkers heb je daarvan nodig? Dagelijks hebben we tussen 150 en 200 vrijwilligers hier op het terrein rondlopen om alles in goede banen te leiden. En u bent er dan één van? Ja, daar ben ik er één van. Eén van de 200, ja. Want het gaat niet alleen om de wedstrijdjes overdag, hè? Wij beginnen zo rond 8:30 ochtends en we gaan door tot 11 uur, soms 12 uur 's avonds, om al die deelnemers, hè, die 10.000 starters doorheen te krijgen. Dus ook 's avonds hier is het één grote gezelligheid. Volgende week zondag hebben we een koetsentocht. Aankomende woensdag zijn nog een paar plekjes vrij. Hebben we een bingo met echt hele leuke prijzen. Vrijdagavond een feestavond die voor iedereen vrij toegankelijk is. En zaterdag de VIP-avond van onze sponsoren die hier toch ook heel veel doen. Dit is toch wel het grootste evenement van Almelo. Weten Almeloers de weg hier naartoe wel te vinden? Nou, dat is iets waar wij als organisatie wel tegenaan lopen. Wij zijn inderdaad het grootste paardensportevenement van Nederland. Misschien wel het grootste evenement van Almelo zelf. Ook vooral omdat we 10 dagen lang hier ons evenement hebben. En wij merken dat heel veel Almelo's, ja, die kennen dat wel, de Almelo's Ruiterdagen. En ze rijden hier langs de weg en ze zien al die vlaggen hangen. Maar toch komen ze hier niet. Dat vinden we jammer. Want dit is veel meer dan alleen paardensport. We hebben hier eten, we hebben hier drinken, we hebben een lekker koud biertje, wijntje. En dat ook wat fris voor de mensen die geen alcohol drinken of met de auto zijn. Maar toch, heel weinig Almelo's komen hier daadwerkelijk op het terrein. En dat vinden we wel jammer eigenlijk. Wat zijn nou wedstrijden wat interessant is om naartoe te gaan? Ja, wat is leuk. Zondag hebben we hier de finale springen voor de ponies. Dat is wel erg leuk om te kijken. Over het hele terrein, over grote hoogtes dat die paarden springen. Volgende week woensdag, zoals ik zei, de koetsentocht. De koetsentocht, nou ja, er komt een stukje in de krant met de precieze route. Die is ook te vinden op onze website. Die rijdt door de stad, dus die is ook leuk om te aanschouwen. Met om 3 uur het défilé hier op het hoofdterrein. Zaterdagavond hebben we de Kuur op Muziek. Dat kennen we allemaal wel. Ankie van Grunswen die in de ring rijdt met zo'n muziek op de achtergrond. Waarin dat paard... Nou, nee, Ankie van Grunswen doet niet mee. Maar even als voorbeeld hoe dat eruit ziet. Dat is echt dat dansen van dat paard op die muziek. Zaterdagavond hier om 7 uur even uit mijn hoofd. Ja, dat zijn leuke dingen om te zien voor iedereen. Ja, dames en heren. Geef ze nog even een applaus. De prijswinnaars in deze periode. Valerie Veenhuizen, gefeliciteerd. Wat heb je gewonnen? Ik heb een prijs gewonnen. Ik heb mijn eerste gewonnen en snoepjes. En met wie? Met Kovros of Tiara. Een pony? Ja. Bij de Almeloze Ruiterdagen, de eerste dag is dit. De 55ste Almeloze Ruiterdagen alweer. Is dit jouw eerste keer? Nee, mijn tweede keer. En hoe vind je het? Heel leuk. Gewoon de gezelligheid hier en het is gewoon hartstikke leuk. Is het nou meer de gezelligheid of is het ook echt de wedstrijd? De wedstrijd is ook wel leuk hoor. Jullie zijn fanatiek hè? Zeker. Ja, gewoon je hebt de strijd tussen elkaar en gewoon je moet een klik hebben met je pony. En het is, ja, als je klik hebt met je pony is het uit zichzelf al heel gezellig met je pony en al. Wat maakt het dat je vandaag won? Ja, gewoon strijden. En geluk hebben dat je geen balken hebt. En doe je nog meer wedstrijden deze week? Nee, deze week niet meer. Dus vanaf nu is het alleen gezelligheid? Zeker. Nou, hier doe ik nog wel wedstrijden, maar andere wedstrijden doe ik niet. Morgenavond is er een playback show, daar doe ik ook aan mee. Met een paar andere meiden. we gaan een hele act op doen. Dan gaan we dansen en playbacken. Welk nummer? Call Me Maybe. Waar kom jij vandaan? Voorthuizen. Wat heb je met Almelo? Ja, daar komt mijn moeder vandaan. Mag de vuilnisbrenger nummer 41 Anne Noorden Veenhuizen en mogen de vuilnisbrenger nummer 42 Anne Noorden Veenhuizen en de nummer 3.